heb een stichting genaamd Platform Katendrecht. En wat we doen eigenlijk is de bewoners eigenlijk in de kracht zetten. Faciliteren van activiteiten, dat bewoners elkaar kunnen helpen en dat de kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Want we hebben hier best wel veel nieuwe bewoners in de loop der jaren die zijn er gekomen. Maar er is toch nog steeds een soort van uitdaging om elkaar te ontmoeten. Het is toch nog een beetje eng. En ik geloof in gentrification, maar dan wel op een positieve manier dat er wordt geïnvesteerd in sociale projecten, zodat mensen elkaar ontmoeten. Als je toch een beetje op Katendrecht verder loopt, dan zie je toch dat er veel gebouwd wordt. En dat is op zich gewoon goed, want er moet gewoon woningen komen. Maar je moet toch wel de plekken die er zijn om te recreëren, koesteren. En die moeten beschermd worden. Zodat mensen elkaar gewoon in de buitenruimte ook kunnen ontmoeten. Op Katendrecht zelf zijn wij in Pols bezig met een aantal andere partijen. Onder andere Frame en Van Wijnen. Om een nieuw woon- en winkelgebied te realiseren. En het mooie van die twee locaties is wel dat ze dadelijk gaan aansluiten op een Rijnhavenontwikkeling. Een derde van de Rijnhaven wordt gedempt en dan gaat de verbinding lagen tussen de Wilhelminapier en Katendrecht. En het mooie vind ik dan wel is dus enerzijds willen we dan natuurlijk als een grote ontwikkelaar willen we daarin deelnemen. Maar tegelijkertijd vind ik het zelf heel mooi om in het debat over de stad vanuit die Van der Leeuwkring en de Stadsmakerscongres eigenlijk daar een kwalitatieve bijdrage aan te leveren. Ik denk dat wij een voorbeeld zijn voor andere wijken. Iedereen loopt wel te pronken over Katendrecht en dat mag ook wel. Maar dan moet je ook eerlijk zijn in de uitdaging die we nog hebben. En ik denk dat mensen hebben behoefte aan erkenning. En als je dat kan faciliteren in de wijk, dat mensen gewoon echt gewoon dingen kunnen doen. Want ik denk iedereen die in de wijk woont, wil wat doen voor de ander, maar ook voor de wijk. Want iedereen wil dat de kinderen hier kunnen opgroeien en gelijke kansen hebben. Dus ik wil dat het een wijk wordt waarin taboes doorbroken worden. Waarin het ongemakkelijke gesprek wordt gevoerd. Hier heb je gewoon best wel een contrast tussen inkomens en opleiding. Maar dat is oké. Laten we het hier dan allemaal proberen, experimenteren. Laten we het maar doen. Als er een zorg is, dan is dat een zorg voor ons allen. En niet alleen maar voor hun, noem maar op. Nee, niet een wij en zij verhaal, maar ons verhaal.